Wat vindt u ervan dat deze zaak gaat sluiten? Ja, bijzonder spijtig, want ik was een vaste klant en we komen regelmatig. Maar ja, nu moeten we verder weg. Ja, ja. Begrijpt u het ook een beetje waarom de zaak sluit? Ja, dat begrijp ik best. Als er geen omzet genoeg gehaald wordt, dan moet er winst gemaakt worden. Ja, dus kunnen we eigenlijk een beetje stellen dat de bank burgers verstek hebben laten gaan? Want ja, als een zaak, als er te weinig klanten komen... Ja, of je het altijd zo moet zeggen, ik weet het niet. Maar goed, men gaat nog gauw naar grotere bouwmarkten toe. Ja, en dan is dat best jammer. Ja, het is een trend in Nederland, hè? Ja, wat nu gebeurt. Dat is een trend. Oké, en was je vaste klant? Ik was die vaste klant. Hebt u een idee hoe lang die zaak hier al bestaat of bestond? Ja, ik denk wel een jaar of 10. Ja, oké, dus dat is toch... En voor die tijd was er ook al wat, dacht ik, hè? Voor de tijd was er ook al bouwmarkt, Oké, ik stoor u niet verder. Succes en bedankt voor de reactie van de zaak. U stopt ermee, hebben we begrepen. Flinke kortingen tot hoe lang nog? 31 december, dat sluiten we de zaak. Ja, met gemengde gevoelens denk ik dat u deze actie start of gestart hebt. Ja. Wat is de oorzaak dat u de tent sluit, of de zaak sluit, als ik vragen mag? Nou, wij sluiten omdat we de afgelopen jaren steeds afnemende trend zien qua winkelverkopen. Oké. Dat heeft voor het overgrote deel te maken met de toename in de afgelopen jaren van het internet. Ja, internetverkopen. Internetgebruik, ja. Waardoor je... in combinatie met dat jonge mensen en weinig klussen en vaak kiezen voor het gemak. Ja. En dat is gewoon bestellen op internet en thuis laten bezorgen. Ja. Dus het kon niet meer uit? Het kan niet meer uit. Nee. Hoe lang hebt u deze zaak gerund? Dat was in maart 10 jaar. 10 jaar, dus dat is een behoorlijke tijd. Ja. Dus klanten verloren en wat nu? Nou, klanten verloren valt op zich nog wel mee, maar... Oudere mensen worden ouder en jonge mensen komen er weinig bij. Precies. Jonge klussen weinig. Dat klopt. Ja, en wat gaat er nu gebeuren? En nu sluit de zaak. En wij huren het pand van de familie Klok. Ja. Daar huren we het pand van. Wat die daarmee gaat doen, dat staat nu te huur of te koop. Hoe reageren de klanten op het verhaal? Dan moet ik echt zeggen van heel warm. Ja. Ene zijn teleurgesteld dat de winkel sluit in Balkenburg. Anderzijds vol begrip voor, want ze zien natuurlijk ook wel wat er gebeurt. Hebben we ook uitgelegd, dat is een keer in de krant. Mensen snappen het wel. Dus. Oké. Nou, ik dank u wel voor uw reactie en nog succes met de afronding van deze. Dus je zoek, kun je ook wat vinden.